Oh, wat nice, bedoel ik gewoon. Oh, kijk eens. Dat is, Siebrands Leeuwarden. Wat is dit? Nee. Dat is de leeuw. Ja? Maar het wordt een beetje persoonlijk zo, hè? Nou ja, ja, het klopt. Ik omgeef van kort persoonlijk. Maar ja, hij is ook het hoofd van de politie. Ja, en ja, hij is het hoofd van de brandweer. Hij is het hoofd van ons Leeuwarden. Dus hij is daarvoor verantwoordelijk. Geweldig. Boeien. Deze week een wat oude video dan je bent binnen van de Friese vlogger. Maar ik kwam deze week Hans-Jürgen tjin opstreden. En ik had denk ik wel een jel oren met Hans-Jürgen om het praten best. Want hij viert namelijk een rechtszaak tjin de gemeente Ljouwt. Omdat bij mijn buren heb ik een brand ontdekt. Oh. Net nog op tijd op de Friese schrijfkamer op de schans. Oh ja, ja, ja. Oh, je hebt ontdekt? Ja, die heb ik toevallig. Ja, ik heb zo'n klittenband, want dat was helemaal vuil. Dus ik ging met de staalborstel ging bij het raam staan. Yeah. En dat schoon. En toen keek ik, dacht ik, het is te warm bij die dakbedekking bezig. Ja. Yeah. En toen, en ze had het net daarvoor, hadden ze die dakpannen heel mooi, hebben ze gaten geboord en vastgezet. Dacht, en toen was net een storm een paar dagen. Ja, 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 ja. 9 januari was die brand. En toen dacht ik, hé, dat moeten wij ook doen. Zo, die dakpannen goed vastzetten, dan waaien die niet weg. En toen zag ik toen eens zo'n gat, zag ik brand. En ik deed het raam open en ik schreeuwde van, jongens! En ze waren de dakdekkers daar bezig. Ja, ja. Brand onder de dakpannen. En dan kwamen tegelijk twee van de jongens met twee brandplussers. Die geristen die dakpannen weg, alsof ze helemaal niet vastgespijkerd waren. Vastgeschroefd. Ja. En toen dacht ik, op, brandplussers, het is opgelost. Yeah. Maar ja, je focust je dan op dat plekje waar je ziet, denkt dat daar de brand is ontstaan. Ja, maar, die was helemaal al over het hele pand. En toen, nou ja, de brandbus is wel leeg, dus uiteindelijk zijn twee etages afgebrand. Maar het ergste komt nog, yeah. Omdat ik kwam te weten, wat, ja, ik riep eigenlijk mijn vrouw, dus dat laat het een beetje zien, de inleiding. Omdat toen ik zo daarboven bij die brand stond, dat brand was zo dicht bij mij vandaan, toen riep ik mijn vrouw van, toen ik zag dat die brandplussers niet werkten, bel 112, hè? Ja, ze was een etage lager. Zij deed de deur open, ze zag me. Ze was zo onder de shock, ze kon helemaal niet bellen. Ze kon in shock? Ja, onder de shock. Nou, en ik was ook niet meer goed wijs, omdat ik denk, waar is de telefoon? Ik rent ze naar beneden. Terwijl heb ik de telefoon altijd in mijn broekzak achterin. Ja. Maar ik heb 112 gebeld, maar het brandweer kwam gelukkig heel snel. Ja. Maar het ergste komt nog, ik kwam te weten dat een heleboel dakdekkers helemaal niet meer met die open vuur, met het branden werken. Die heeft die brand veroorzaakt, maar dat die ook aangeklaagd zijn wegens dood door schuld, zijn ook scholen afgebrand, kinderen overleden, noem maar op, dieren overleden. En nou ja, schade op zichzelf is al heel traumatisch. Ja, als hele inboedel allemaal laat verbrand. Staan dat er niet omkomt. Precies. Maar wat weet je, ze werken dan nog maar hier op een vuur of zo? Ja, ja, met zo'n branders. Open vuur, ja, dus onder het dakdek. Ik ging naar Siebrand, heet die, Siebrand Buma. Die heeft zijn naam wel mee, moet ik zeggen. Ik ging naar Siebrand en zei van, jij bent burgemeester, jij bent hoofd van de brandweer, jij bent hoofd van de politie. Mm-hmm. Als nu nog, als jij dat toestaat dat er nog een keer iemand schade heeft, dan ben jij verwijtbaar naar later. Ik heb het ook niet geweten. Jij kunt het ook misschien niet geweten hebben dat die branden eigenlijk niet gebruikt mag worden. Dat er alternatieven zijn die niet brandgevaarlijk zijn. 9 januari was dat. Ja. Ik heb nog steeds, ik heb hier zelfs documenten, ik loop nu weer naar de gemeente. Ik heb als zo'n dossier. Oh. Nou, jij gelooft het niet hoe smoesjes zij verzinnen, hoe verwijtbaar nalatig zij zijn. Maar voor de gemeente, dus jouw procederen, in de gemeente, omdat ze nou in jouw eigen bezig nalatig. Ik heb bestuursrechtelijk en ik maak ook een strafzaak. Maar ben je een advocaat of zoiets? Ik ben plichtethicus. Ik weet net wat een plichtethicus is, maar ik ga het even uitzocht. Een plichtsethicus is iemand die altijd het goeie dwaan wil. Die volgt altijd de regels die volgens hem het goeie binnen. Dus een voorbeeld zo wijze kennen. Stel je voor, je zocht een video van de Friese vlogger en wat ze niet zelf zijn. Altijd als ik een video van de Friese vlogger zocht, dan deel ik een like uit. Of stel je voor, je bent aan het voetballen. Je bent net het grootste talent. Doe ik helst een keer flink uit. En dan vliegt de bal samen bij de borden in de tuin. Ja, zo zei ze misschien een vrij normaal persoon die denkt gauw van, hé, ik spring over de haren heen, ik pak die bal, huppakee, ik kan niet schillen. Maar een plichtsethicus die zei bijvoorbeeld van, nee, een van mijn regels is dat ik net zonder toestemming in zijn tuning ga. Dus zonder toestemming pak ik net die bal.
In dit geval gaat het er dus om dat Hans Jurgens zei: dakdekken met even vuur, dat had te volle risico. Ik wil net dat dat gebeurt. Ja, als ik dat nou niet anderen red, toekomstige slachtoffers voorkom, nou dan ben ik geen stuiver waard. Ja? Dus daarom ben ik ook lichtethicus. Ik moet, het is ook voor mij een probleem in deze wereld. Ik moet niet zoveel problemen tegen het lijf lopen. Nee, want je moet anders moet ik daar altijd wel wat aan doen. Kijk hier, dat document heb ik vandaag. Dat is het laatste wat ik nou net aan mijn raadsheer kopieer. Voorzitting. Het ligt wel dreigend in de gemeente procederen, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn, kijk, ze hebben een batterij aan juristen. Dus het zijn allemaal beroepsleugenaars. Echt verschrikkelijk. Okay. Wat wil Hans-Jurgen nou van Sybrand Buma en de gemeente Leeuwarden? De gemeente stelt eisen, als wij hier iets bouwen, dan moeten we aan allerlei regels. We moeten zelf tegenwoordig brandmelders hebben, maar dat is achteraf. Maar iets brandpreventie. Nou, we hebben een brand gehad op de kelders. Ja, het is een jaar geleden. 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar geleden, ja. Klopt. En ze hebben niets geleerd in al die 10 jaar. Over brandpreventie. Ik weet niet wat het zijn, maar ik zeg Sybrand, jouw naam, jouw voornaam. Ik weet het niet, maar ik heb hem echt geplaagd. Hij vond het heel vervelend dat ik dat deed, natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment, weet je, dan stijgt het je ook op. Ja, kijk, als je zo'n dossier krijgt, kijk, je gaat voor 9 januari en dan denk je, ach, dat is zo opgelost. Iedereen helpt elkaar toch? Iedereen wil toekomstige brandslachtoffers voorkomen. Dat dacht niet ook. Ja, daar ging ik vanuit. Wie niet? Ik heb een handtekening. Maar wat is dan de reden dat de gemeente net een tie-out of wat is dan net voor jou dat net gebeurt? Ik denk, ik weet het niet. Zij zeggen dat natuurlijk niet. Maar ik denk, het enige wat mij plausibel lijkt is, zij met terugwerkende kracht denken ze, oh, daar hebben we ook allemaal steekjes laten vallen. Dat zijn ook de dakdekkers. Als ze nou tie-outen dan. Als we dat nu zeggen. Zo, dat is het enige plausibele. Anders lijkt het mij zijn geen pyromanen. Hè. Ik heb een handtekeningactie gehouden. Omdat mensen, iedereen die hier eigenlijk zei, wil je nog dat open vuur? Nee, als die alternatieven zijn. Iedereen heeft ondertekend. Dat heb ik ook opgestuurd allemaal naar de bezwaarcommissie, naar BNW. En naar de raadsleden. Helpt niet. Nou, weet je wat ze op een gegeven moment zijn mij schreven, dat is het gekste, dat ze geen handtekeningen meer willen hebben. Die nemen ze niet meer in behandeling. Je ging zoveel handtekeningen mag helemaal, dus, dat mag niet tegen de regel geven. Okay. Ze zijn knettergek soms. Echt, zij doen de domste dingen. Soms ook misdrijven, maar ook hele domme dingen. Ik heb ook tegen de overheid gezegd, ik wil geen toestand van maken. Jullie kunnen dat heel makkelijk oplossen. Jullie kunnen ook de rechtszaak voorkomen. Jullie hoeven alleen maar nou het bouwbesluit aan te passen. En de mensen, toekomstige slachtoffers want voorkomen. Want dat is eigenlijk wat er aan gebeurt. Als Jos van wat qua regelgeving hoort. Ze gewoon de bouwbesluit. En dan moet je in opname worden van, joh, maar net mij hier een vuur het dak bedenken. Precies. Want die dakdekkers weten dat allemaal al. Die hebben dat allemaal al, die andere alternatieven. Alleen dat één is waarschijnlijk goedkoper. Wat ik zo begrepen heb, is dat goedkoper. En het is bij verschillende soorten weersomstandigheden makkelijker om met zo'n brander te werken. Als iemand nou wil verbouwen en opeens komt iemand aan de aannemer en zegt, ik ga met een brander doen. En zegt hij, oh, ik heb net een uitzending gezien. Ja. Doe maar iets anders. Ja. Nou, dat is toch logisch? Zo helpen we toch elkaar? Nou ja, dan kun je dingen voorkomen. Ik had geen idee, maar ik wens je voor succes. Ja, ik en, ook. En op naar het gemeentehuis, denk ik. Of stadhuis, wat is het gemeentehuis? Het stadskantoor. Ja, het stadskantoor. Nou, goed. Succes. Voor elkaar, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Hoi. Tige dank voor je aandacht. Ik ben heel benieuwd wat Jim van dit verhaal vindt. Laat even een reactie achter in de reacties hieronder. Vind je nou dat Hans-Jurgen een punt had? Of zei het van, laat die man alsjeblieft zijn tijd op een andere manier besteden. Tige dank voor het zien. Geweldig.